De acteur Wim van Rooij is overleden. Van Rooij studeerde in 1958 af bij de Maastrichtse Toneelacademie en werkte een groot deel van zijn leven als acteur en regisseur bij de Haagse Comedie. Maar naast zijn toneelwerk speelde hij ook vele rollen in de Nederlandse nasynchronisatie. Zo was hij te horen als Albus Perkamentus in de Nederlandse versie van de 8 Harry Potter films en sprak hij stemmen in voor tal van animatiefilms, series en bioscoopfilms. Nu volgt een impressie van zijn stemmenwerk. Het leeft in je diepste wezen. Wat is het? Liefde, Harry. Liefde. Mijn drang geeft aan degene die hem drinkt een bovenmenselijke kracht. Gedurende 10 minuten is hij nagenoeg onoverwinnelijk. Jij krijgt van mij een heel speciaal kerstcadeau. Oh, geweldig! Wat is het? Wat is het, kerstman? Deze roze beer of deze magische sneeuwbal. Zo, nu nog een mooie naam voor jou. Pinocchio. Dit is een motorfiets. 2-cilinder. Zijspan. Piepend wiel, als ik het goed heb. Oké. Ja, neem jullie blik mee. Hé, hey, ho, ho, kom terug. Stelletje reuzelkonten. Heb je nou nog niet genoeg blikjes voor jezelf? Ah, nee, niet echt, nee. Wat is dit dan? Vind de schoenen echte? Kijk nou, vind de schoenen echte. Luister, soldaten, het commando is volledige omsingeling. Paraat voor operatie. Operatie? Maar dat is precies het probleem. Als je de naam Dalton hoort, is je eerste gedachte handen omhoog. Je komt is beter. En dat is een wonder. We zijn 20 uur bezig geweest om hem te reconstrueren. De nietjes waren op, dus we moesten lijm gebruiken. Ja, je hebt geluk gehad. Luister nou, want ik verlies mijn geduld. Het is simpel. Wie zich niet goed gedraagt, komt niet op de lijst. Sta je er niet op, krijg je geen cadeaus. Geen paniek. Wij zijn getrainde vakkelaar. Kalm blijven, we gaan gewoon om het blad heen. Ik ben ontslagen, hè? Zou je denken? Wat kan ik zeggen, Rick? Er valt weinig aan toe te voegen. Ik wilde iemand helpen. Ja, dat wil je altijd. Maar ik moest toch iets doen? Ja, iedere keer als je dat zegt, heb ik 1,5 maand problemen, Bob. Oké, ik wil weten wie verantwoordelijk is voor die puinhoop in mijn stad, Sheriff. Ik trek zijn motorkap eraf, ik sluit hem op en laat hem wegrotten. Nee, nog beter. Ik sluit hem op totdat de paaiers is weggerot. En dan sluit ik hem op in een andere paaiers en laat hij ook wegrotten. Tom, jij beseft geloof ik niet dat onze dochter getrouwd is met een monster. Oh, stel je toch niet zo verschrikkelijk aan. Goed, er is niks aan de hand. La-di-da-di-da-di-da, het is fantastisch. Wat is er, Ambrister? Gusto. Eindelijk gesloten, zeker? Nee. Meer financiële problemen? Nee, ze... Brengen een nieuwe lijn van magnetronstampot? Wat? Gooi het eruit. Je opa zei vaak, je leeft voort in wat je nalaat aan je kinderen. Wim van Rooij werd 85 jaar.